Eentje is echt bijna dood. Eentje nog. Eentje nog. Die andere ben ik nu op aan het schieten. Hij is ook. Hij is echt bijna dood. Hij is bijna dood. En hij is dood. There you go. Let's go. Yo guys, hallo en welkom bij een nieuwe Fortnite video. Vandaag een potje duo's en dat doe ik weer samen met Max. Hallo Max. Hallo. Hallo. Ja, tof dat jij er weer bij bent. En dan gaan we even leuke shit doen vandaag. Yes. Want we gaan hopelijk winnen natuurlijk. Heb je daar nou vertrouwen in? Denk je van jongens, dit wordt een leuk potje. Doe dan alsjeblieft eventjes dat blauwe duimpje omhoog natuurlijk. Dan gaan we gewoon weer rustig eventjes voor 2000 likes. Of weet je Max, noem eens een random like getalletje waarvan je wel denkt dat we het kunnen halen, maar eigenlijk normaal gesproken misschien net niet, of wel? 3542. Zank. Oké, nou jongens, we gaan voor 3542 likes. Yes! Zijn er best veel. Ben benieuwd of het gaat lukken. Er is ook een update in Fortnite, dat is hartstikke leuk. Namelijk een silenced pistol. Dus laten wij hopen dat wij die vandaag gaan tegenkomen. Die bush hoef ik niet, maar die grenade launcher vind ik wel geinig. Dus die neem ik wel van mij. Ik heb best goede loot, Max. Ik heb best... Ik pak nu een kistje. Dat is wat je zegt van... Oké. Oké. Okay. Okay. Oh man, ik dacht gesniper had. Hij viel bad. Oh, dat is bad. Dat is shit. Oh man. Nou, ik ben hem nog niet tegengekomen, de pistool. Ik weet ook helemaal niet of die groen is of zo. Heeft die een kleurtje? I don't know. Ik heb ook geen idee. Wat zeg je? Ik ken niet de pistool, man. Dus we shall see. Ja, inderdaad. Ik ben ook heel erg benieuwd. Hey, steen. Dat is altijd leuk. En dan hier nog even een trappetje bouwen. Want ook blijkbaar is hier gewoon weer een kist. Ik word verwend. En een shield potion. That's perfect. Ik kan net vragen. Dus gaan we ook even innemen. Ja, ik heb er eentje. En die ga ik nu innemen. En dan hebben we allebei 50 shield, right? Yes. Ja, ik heb nog dus van die kleine. Die kan jij wel nemen. Want ik heb die andere twee al op. En dan zegt van nee, Max. Mag niet. Maar, dude. Dude, yes. Wil jij zeggen dat jij nu nog een mini shield in je inventory hebt, terwijl je al een groot shield hebt ingenomen? Nee, ik heb twee kleine ingenomen. En die derde, die mag. Oh, en dan heb jij nu nog een grote? Nee, ik heb nog een kleine. Maar wat heb ik daar dan aan? Nou, die kan jij wel innemen, toch? No, ik heb toch ook 50? Ik dacht dat het aan lag dat je al twee genomen had, dus I don't know. No. maar goed, hey, dat is leuk. Zullen wij doorlopen naar Anarchy? We zitten prima in de cirkel. Yes. Dus dat is geinig. We hebben ook best wel, moet je wat hebben? Iets? Ik heb een assault en ik heb een shotgun en nog een shotgun en een sneeuwbalmachine. Maar nog geen silenced pistol, jongens. Dat is waarvoor we vandaag op zoek gaan. En ondertussen natuurlijk boompjes lekker weghakken, want we willen resources hebben. Want resources zijn chill en resources zijn cool. En je hebt ze nodig om te winnen. Dat heb ik maar weer bewezen in mijn livestream. Heb je dat potje toen gezien, Max? Nee, hè? Je was er bij volgens mij. Maar ik had toen een potje gespeeld. En ik werd een soort van gesandwiched. En als ik mijn resources niet had, dan had ik dat potje niet gewonnen. Maar uiteindelijk won ik het potje wel. Omdat ik alleen maar aan het bouwen was. Ik was echt niks anders aan het doen dan bouwen. Want ik had alles full. Ik had gewoon full metal, full stenen, full hout. Dus ik kon ook de hele tijd bouwen. En toen overleefde ik het. Oh, ik zie iemand lopen. Ik had uiteindelijk een potje gewonnen. Oh, waar? Waar? Is weer bij die bunker daar al. Ja, gezien. Eén guy toch, right? Nee, twee. Er staat... Ik zie er maar één. Op 195. Ja, inderdaad, ja. Bij die boom. Wat doen we? Wat gaan we doen? Schieten? Waar staat nu stil? Open fire. Ja. Oh. Echt gewoon drie keer eliminated. Zelf, nice. Eliminated. Oh, hij was een solo. Oké, there you go. What the hell? Dan was hij dus al een beetje gepenetreerd. Oeh. Want zijn matsko is al dood. Yes. Er zijn maar nog Max, mensen... Max, don't loot, please. Don't loot, please. Eerst gewoon eventjes hout, steen. Oh, loot. Nee, ik stop naast je. Want, trouwens, weet je wat we doen? Dat is serieus heel handig. Ik loot alles en dan sharen we gewoon, weet je? Dus gooi ook even je ammo naar me toe. Dan pas ik alles door. Geef maar power is even een hutje of zo, want dat is stil. Ja, true that. Hier, je hebt je groene shotgun als je wil. Ah, en neem die mini shield, want die heb je al bij je. En een blauwe beurslichter. Ik weet dat jij die chill vindt. Ja. Dus, ik zeg, weet je... Stapje. Ja, oh, what the fuck? Hier ligt nog een blauwe sneeuw launcher voor je als je wil. Echt? Wat zullen we daar voor switchen? Hier, ik bouw dit even in. Zo, kom maar met je shit. Dan drop ik overal de helft van. Ja? Ik drop al mijn ammo wel gewoon. Tanti. Want ik heb best wel veel ammo, dus dan kan ik jou gewoon de helft geven. Oké, hou jij even in de gaten. What the fuck you doing? Van waar worden we beschoten? Dude. Het is een shotgun. Oh mijn god, ik dacht dat jij het voor de fun was. Nee. Maar dit is dus gewoon legit een guy die op ons aan het schieten is. Hij staat hier op de trap beneden, het zijn er twee. Wow, het zijn er twee inderdaad. Oh, pak hem. Die andere met mij. You can do it. Ja, yes. Nice. Got him. Holy fuck, dude. Ik schrok.
Ik ging op zelf en toen zag ik dat het twee waren. Ik vond het niet leuk. Waarom? Ik heb een kippenpak aan. Oh, dit wil ik allemaal niet. Jongen, 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 wat doe ik nou weer allemaal? Maar goed, het is gelukt. We leven nog. Jotem. Hier heb je je revive, bijna. Dan heb ik nog even een shieldje in. Oh, dan heb je dat goed nog even van, toch? Voor mij, als het goed is. Ja. Misschien wel, toch? Stiekempjes. Split. Oh, dat is een keer de knop. Godverdomme, Mac toetsenbord. Kijk, daar gaat. Ja, nog steeds je crapple toetsenbord, hè? Ja, ik zie Rocket. Fuck off. Ja, ik pas er net tussendoor. Oké, maar dat was. Merkwaardig. Welke potions liggen hier nog voor je? Zullen we het zo noemen? Merkwaardig? Welke potions? Je shield potions. Hey, hier ligt nog trouwens jouw meuk. Jouw apparaat, je sniper, je meuk. Hé, hey, dat was niet zo En die mini shields heb ik al ingenomen. Dus wat ik nu ga doen, is alsnog de ammo splitsen. Oh, dat had ik al gedaan, hè? Nee, nog niet. Dat is nog jawel, niks. Jawel, ik had de medium opgepakt. Bullets had ik gesplit. Ah. Ik zweer het je, die had je. Oh ja, of course, I see. Want gewoon, die had je, weet je. Oké. Ik dacht dat ik je trolde net of zo. Ik dacht dat je me trolde. Ik dacht gewoon dat je voor de grap aan het schieten was. Nee. Dus ik zat echt zo van, Max, what the fuck you doing? Ik geef je ammo. Accepteer de ammo en ga niet zo irritant lopen doen. Maar toen kreeg ik in één keer volle hit op mijn smoel. Toen dacht ik van, oké, dit is misschien geen joke, maar gewoon legit een fight. It was not me. Nou, ja, maar met jou weet je het nooit als je met jou in het team zit, right? Dat moet je toegeven. Met jou weet je het nooit. Drie. Je kan het niet eens ontkennen, weet je wel. Het is gewoon echt... Can't deny what's not lie. No, indeed. Maar goed, ja, we hebben het weer overleefd. Het was leuk. Het was een leuk gevechtje. Zullen we even kijken of ik heb wel alles getankt, zoals van. Ja, precies. Ja, was echt... Het werkt wel. Ik ben er altijd gelijk op afgedood. Dude. Ik heb 3 traps. Laten we die eens eventjes plaatsen. Hier gaat sowieso nog wel iemand naar binnen, want het is in de cirkel. Die gaat dood als hij dat doet. Hé jongen, kijk, dit ligt toch in de cirkel? Ja. Iemand gaat hier toch sowieso nog even naartoe spatseren? Ja, ik vind het geen Ik denk gewoon meer van ja, Ja, nee, Jolo, je gebruikt die traps toch anders nooit. Ja, daarom, joh. Hey, stopt jij iets? Hemelbox, hartstikke flatsy. Wat zegt u? Stopt hij? No! Oké. Wat? Stopt jij iets? No? Yes? Oh, yes. Ja, ja, dat was ik wel. Dat was ik wel. Ja. Ik sloopte die een klein stukje hout, omdat ik anders niet door de deur kon. Hier kan een kistje liggen, maar die ligt er niet, denk ik. Want anders had ik wel wat licht gezien. Maar goed, we rammen de tent alsnog even open, weet je. Dan weet je het zeker. Om te zien dat er echt niks ligt. Dus dat is, ik bedoel, weet je, dat kan je maar beter zeker even weten. Hé, hey, hoeveel resources heb jij? Heb je zoiets dat je zegt van, ik kan ze amper zelf vasthouden? Of, Het is een beetje zwaar, gast. Dus, jij bouwt toch nooit, hè, dude? Nee. Dat moet je echt gaan doen. Nee, gast, niet nodig, gast. Zie je, die traps zijn useless. Dat is de gouden tip die ik altijd mijn kijkers geef en jij volgt het gewoon niet op. I know. Wow. Fuck. Hey, neem deze kleine mini boutjes mee. Ik heb geen boutjes bij. Ja, toch? Nee, ik heb al zoveel, maar ik weet niet wat ik nou weg moet gooien. Ik heb een assault, een shotgun, een sniper en deze grenade launcher en ammo en feelings. Oh. Ja, I don't know, dude. Dan laten we ze liggen, maar ik bedoel, het zijn wel mini shields, you know? Maar goed, dan laten we zo rotten. We hebben hier nog 2 plekjes waar waarschijnlijk niks ligt. Want ik zie er helemaal geen licht branden, niks. Dus dat laten we dan maar gewoon wat is. En dan komen wij aan bij het cirkelgebiedje. Dat is leuk. Laten we hierheen gaan. Waar ik nu mijn waypoint heb gezet. Daar zijn we echt al bijna. Dat is mooi. Want daar heb je een beetje een soort van klifje waar je dan nog goed overheen kan kijken. Weet je? Zit je een beetje aan de rand van de cirkel. 17 alive. Hoe leuk zou het trouwens zijn, Max? Dit is letterlijk ons eerste potje wat we spelen van de dag. Dus hoe mooi zou het zijn, Max, als we die gelijk winnen? Erg plassant. Oh! Wow, what the fuck was dat? What the fuck was dat? Ik leg gewoon mijn glas op dat ding. Op mijn donut. Je nam gewoon een slokje van je drink, was zo... Oh, jij schrok sowieso. Ik zat echt van, oh, what the fuck is dit? Ja, jij was echt... Dan heb je echt zo'n heel klein, mini hard dropje. Zo van, nu? Wat gebeurt er, weet je wel? Oh, hier de bridge. Die wil ik dan altijd even checken, trouwens. Ik heb het zo warm. Ik heb een kippenpak aan. Heb je het warm? Heb je een kippenpak aan? Ja, zo'n onesie kippenpak. Dude, waarom de fuck heb jij een kippenpak aan? Ik had het koud en nu heb ik het warm. Maar hij is echt awesome. Dude, why in fuck's name? Hey. Oké, wat hebben we hier allemaal? Ligt hier niet zo'n pistool? Hier ligt iets groens onder. Wat is het? Oeh, I wanna know. Dat is een assault. Ik heb geen resources meer. Fuck six, man. Fucking hell. Lig je beneden? Oh, je ligt wel gewoon allemaal ammo en stuff. Te kijken. Ja. Oh, fuck six. Nope. Not the pistol we need.
Hier hey, ook hier ligt gewoon een ammo-box. Wat de hel? Nou, ik heb weer een plek gevonden waar een ammo-box kan liggen. Maar goed, hey, dat is leuk, maar ik wil weer naar boven. Gaan we weer omhoog spatseren. Zo. Hey, hoe kan het nou zijn, hey Max, dat er nog 15 alive zijn en dat wij gewoon nog steeds weer verder niemand hebben gezien? Nou, behoorlijk al wat tijdje. Gezien, toch? Ja, true that, but I mean, you know. Wat wilde je trouwens tegen me zeggen? Niks. Ja, dat je de verkeerde kant op. Oh. Die kant. Zo, dat is de verkeerde kant. Ik heb hem net. Gezet. Ik ging die andere kant op. Joking. Ja, we kwamen van die kant van de brug. Ja? Toen ging er doorheen en toen wilde hij weer teruglopen. Ik dacht van, I mean, are you sure about that? Ja. Oké. Hey, grote kans dat als er hier in de container een kist ligt, dat die nog niet geloot is. Want hier kwamen wij vandaan. Hey! Yes! Jij mag hem openen. Oké, en dan neem jij zeker alle loot. Dat is nee, oké, wacht. Ik open hem. Oh, oké. Hey, een medkit. Dan neem ik de bandages van mee. Hoppakee. Sanky panky, sanky die klank. Hey, zijn die huizen waar we vandaan kwamen? Ja, true that. Daarom had ik ook al zo'n vermoeden dat hier dat kistje nog wel zou liggen, weet je. Want we hebben verder daar niemand gezien. Goed, wel scherp blijven nu. Want we zijn in één keer gewoon heel ver en zo. En dat is best wel cool. Dat is meestal wel leuk, want dan kan je gewoon zomaar eens een potje winnen. Zelfs als je met Max speelt. Zelfs dus, van mij. Nee, geintje. Dat zou ergens misschien. Geintje maar duwt. Hey, hier is van alles en nog wat tot mootjes gehakt. Zullen wij hier anders gewoon een mooi bunkertje maken? Ja, of zullen we nog bunker. Even afwachten tot de cirkel? Nou, maak maar een... Want als de cirkel over 10 seconden zegt, ja, want precies. Anders bouwen we hier een bunker en het blijkt die useless te zijn, weet je? Wacht hier. No. Eén snuipkogel zal al bedeerd. No. True. En yes! Oh, yes! Oké, Max, you ready? No. I mean, let's go. Let's go. Kijk, dit is dus zo kut dat je eerst zo'n pisrandje eromheen moet bouwen. Maar dat moet je doen, want anders destrooien ze vet makkelijk je shit. Oké, komt-ie. Nu gaan we de speedbuilding doen. You ready for it? No. You ready for it? Als jij gewoon de hele tijd de trap oploopt die ik bouw... Ik blijf gewoon hier staan nu, zo. Dan komt alles goed. Kijk, dan bouw ik even zo'n rand eromheen. En dan doen we het nu weer zo. En dan, you ready? Ja. Ergens is de air drop heel dicht bij ons, by the way. Kijk, ik sta gewoon weer ready voor de volgende. Hey, blijf jij wel even een beetje opletten, trouwens, of er Lloyd te komen en dat soort shit, you know? Yes. Ik wil. Is het de laatste hoogte, by the way, dit? Ja, dit is wel de laatste keer dat we omhoog gaan, ja. Oh. You fail. No, I did not fail. Jij liep niet mee, dus dan tief ik door de grond heen. Oké. Maar we zijn het hoog. Oh, dude, die airdrop ligt echt recht voor ons. Max, ga ervoor. Oké. Maar wacht. Ja, nee. Je moet wel een platformpje onder je bouwen terwijl je valt. Oh, ja. Anders heb je damage. Wacht. Dat wil je niet. Ik ga je niet. Maar een goede stuff geven, zoals mijn sniper. Zo, want die heb ik toch niks aan op die corner. Nou, die heb ik zelf al. Ja, nee, maar daarvoor als ik dood ga, dat zij het niet hebben. Oh, oké. Ja, dat is best slim. Oké, go for it. Maar wel met een platformpje onder je. Do it. Ja, heel goed, Max. Lekker. Zo doe je die shit. Oké, ik guard je. Ik heb een sniper. Yes, I will. Oké, ik hou alles in de omgeving in de gaten. Je bent alleen. Oh, dat was die kist. Een skar, een gouden skar. Oh, damn! Oké, build your way up. Gaat dat lukken? Nee. Heb je genoeg shit? Nee, maar... meen je niet. Ik heb alleen staal. Je moet jezelf omhoog kunnen bouwen. Hak even die boom om. Rechts van je, links van je, whatever. Yes. Hak boom om. Ik hou nog steeds alles in de gaten voor je, dus komt goed. I got your back, man. Want we zitten hier gewoon perfect. Het zou echt zonde zijn om hier nu weg te gaan, terwijl we dat helemaal niet hoeven te doen, right? Ik denk dat ik zo... Recht voor onze tomatentuintje. Oké, come on, Max. Build your way up. Dit ben jij, hè? Ja, dit ben jij. Hallo. Yes, you made it. Nice. Wacht. Je moet het eigenlijk even destrooien. Maar zonder... Heb jij iets met... No. Oké, hier. Laat het maar. You can have this, want dan kan ik sniper gewoon weer hebben. Oh, damn. Oh, ja, je pakt niet de verkeerde op. En... Oké. En... There you go. Thank you very much. Neem ook de bandages van mij. Zo. Hey, maar dit is goed. Dit is nice. Hoeveel medium bullets heb je? 122. Oké, ik 155, dat is perfect. Hier is nog een airdrop, zie je dat? Oké, dan gaan we weer. Nou, I don't know, ik zou nog wel verwachten hoor. Maar ook zo is er echt goed om ons heen. Ja, recht ons op de berg, op 150. Ze kijken nu naar ons. En pof. Bop, ik heb er één gehit. Nice, ik ook. Eentje is echt bijna dood. Eentje knocked. Die andere ben ik nu op aan het schieten. Hij heeft ook, hij is echt bijna dood, En hij is dood. There you go, let's go. Oh, nice. Okay. Let's go, we moeten allebei even de loot van die gasten pakken en dan gaan we gewoon weer lekker terug. Oh, wow. Hij heeft ook iets gouds, een gouden scar, it's yours. Oeh!
Gouden nice. Scar, dude. Dit is echt het potje. Ik zweer het je, dit is het potje. Ik had er eentje gegeven. Dit is super nice. Oké, wacht. Ik pak die resources even, ja. Ik laat voor de rest alles voor je liggen. Jeet. There you go. Oké, hier had ik die andere ergens geknald. Ja, hier zo. Kijk. There we go. Hij heeft ook paarse shit. Oh. Paarse Scar. Ik denk dat je die ook mee moet nemen als je plekje hebt. Ja. En dan gaan we weer terug ons bunkertje in, dude. Het is de ik mooiste heb ooit. Echt, En nieuwe cirkel. Oh, never mind. Kom. Loop met me mee. Ik ga mijn shotgun omstitchen voor de scar, zodat iemand anders die scar. Ja, is goed. Oké. Nobody else forgets the scar. Oh, we gaan op dat bergje. Oh mijn god. Bij die caravan. Ja. Jij moet even de omgeving in de gaten houden. Bouw ik hem omhoog. Oké. There you go. En je moet Deze steen moet kapot. Snel steen, jij moet weg. Caravan moet ook kapot, kan je dat even fixen? Ik kom wel een kogels links van ons. Ja, dat maakt niet uit. Oh. Kom, Max, erin. Kom. Yes. Pof. Oh, wat taal, oké. Vergeet het die. Oké, dan die. Kom. Heel goed. Dan gaan we nu verder met steen. Alright, Ming. We zijn echt midden in de cirkel. Oh, fuck sakes. Midden in de cirkel. Kom. Ja. Hoppakee. There you go. Oké, dit is de laatste. Ja, het gaat dan even wat langer hoor. Het duurt dan even wat langer kijken om dit voor elkaar te krijgen. Maar dan is Max tenminste ook veilig. En dat vind ik wel belangrijk. There we go. Ik hoorde bij. Nog één hoger? Ja, nog eentje hoger, dan zijn we er. Dan zijn we at maximum power. Kijk, nu jongen! Oh, ik weet niet hoeveel medium bullets je hebt, maar... 122. Oké, that's enough, right? Ik heb echt meer nodig. Oh, recht voor ons, op S. Ze zitten daarin, we kunnen ze makkelijk killen. 1, 2, 3, pof. Oh, dubbel, ik raak ze nog! Dat is knocked. Wow, hij schiet RPG's op de andere kant, rennen. Ik heb die gast geëlimineerd. Oké, hij heeft ze met een RPG, pas op. Ja, no. Ik schiet nu van die snowballs op zijn Peter. Dat is niet. Vieze bout. Oké, dan ga ik nu gewoon lekker verder met schieten. Oké, nou ik de sniper. Ja, jij moet nu op hem schieten. Ik bracht zijn hele muur aan gort. En jij schiet hem kapot. Lekker, heb je dat? Dude, 2 tegen 2 waarschijnlijk. 4 alive. Let's do this. Let's do this, Max. Wat zijn de bastards? I don't know. Heb je nog wat van me nodig? Not really. Oh, ik val er bijna af. Medium bullets, niet? Nee, ik heb 122. Ik heb geen medium bullets. Kijk. Ik ga weer even restoren hier zo. Kijk, nice. Nieuw muurtje gebouwd. Oké, we zijn eigenlijk weer gewoon full recovered. Geen medkit die we... Ja, ik kan een medkit eventueel nog gebruiken, maar ik zou... Jij moet gebruiken. Oh, sta achter ons, gezien, op NE. Ze zitten eentje op daar op de berg. Hij zit half te spieken naar ons. 1, 2, 3. Pof! Oeh, het scheelt zo weinig. Ze zitten er allebei, volgens mij. Zie het. Ja, allebei. Allebei, ja. Oh, bitch, ze zijn zo close. Oh, RPG, pas op, dat hij jou hit. Yo. Ik heb weer gewoon een nieuw biertje gebouwd. Ja, die snowball lounge is echt lang over, man. Over 3 loden. Oké, ze lopen daar allebei. Inderdaad. Ik ga weer de muren kapot schieten. Jij pakt de sniper. Komt-ie. Oké. Close. Come on, we can do this. Yes, I know. Ik ben aan het reloaden. Ja, die ene gaat sowieso die dingen pakken. Ja, hij zit inderdaad bij de airdrop. Hij loopt nu naar beneden. Ik heb zwaar git. Die boom moet even kapot. Hij is kapot. There you go. Oh, daar beneden zijn ze. Oh, ze zitten allebei beneden. Ja, ik schiet erop. Oh, ik kom net niet ver genoeg. Ik vind dat reloaden zo irritant aan die sniper, hè. Oh, maar deze, pas op. Ze mollen ons ding. I know. Ik heb die gast bijna dood. Ik heb één zo'n gast echt bijna dood. Schiet hem nu ook helemaal kapot. Yeah, we can do this right. Ze zijn echt zo close. I know. Oh, hij is al zijn shield kwijt. Dan heb je nu nog zo'n gast achter een muurtje staan. Die is ook echt one shot dead. Maar ze knallen ons bijna naar beneden. Het scheelt echt heel weinig. I know. Ja, eentje nog. Yes! Oh mijn god! Heerlijk! Wat een lekkere win dit! Oh mijn god, ouwe! En dit is dus, beste kijkers, waarom je gewoon met z'n tweeën er lekker voor moet zorgen dat je een goed bunker hebt. Want een goed bunker is het halve werk, dat bewijst het maar. Ze hebben zoveel RPG's op onze Peter geknald. En nog staat ons voort recht overeind. En daarom benadruk ik altijd, jongens, zorg ervoor dat je resources hebt.
En dan komt het helemaal goed. En bouw dan een mooi bunker samen. Alright, beste kijkers, dat is ook het laatste advies van deze video. Want de video zit erop, omdat er niet heel veel meer van te doen. Want ja, we hebben gewonnen. Max, bedankt voor het meedoen. Check ook zijn kanaal natuurlijk in de beschrijving. En check jullie weer bij een nieuwe video, morgen om 4:30. Laters!